Misschien is het geheim van meer puts maken wel de type putter die je hebt en heeft het eigenlijk niks met jouw techniek te maken. Welke putter nou het beste bij jou past, zou ik zeggen, kijk even naar deze tip van de week. Welkom kijkers bij Golfschool Geldrop. Leuk dat je weer kijkt. Mijn naam is Mike Vieringen en welkom op mijn YouTube kanaal. Lijkt het jou een keer leuk om met mij aan jouw swing te gaan werken, dan kan dat. Dus het komende jaar gaan we in 2022 12 workshops geven. Lijkt het jou leuk om een keer met mij aan de gang te gaan, dan zou ik zeggen, klik even op www.golfschoolgelder.nl en daarna op workshops 2022. En daarin kun je precies zien welke datum, welke tijd, wat de kosten zijn. Stuur mij een mailtje of een appje en ik zet je op de lijst. Vandaag een tip van de week, wat je nog niet wist van putters. Ik merk eigenlijk dat heel veel leerlingen van mij eigenlijk niet eens de juiste putter in hun tas hebben zitten. Die bij hun puttingstrook past. Dus als we even de techniek opzij zetten en we gaan er even uit, de techniek is goed. Misschien heb jij wel de verkeerde putter in je tas. Er zijn namelijk twee typen putters. Je hebt de blades. Dat zijn die wat kleinere, rechtere clubbladen. Maar je hebt ook de mallet met een wat grotere, rondere achterkant. Ja. Daar zit wel een verschil in. Ik ga je vandaag in ieder geval de voordelen van een mallet en de voordelen van een blade laten zien. Waar ik ervaring in heb en wat jou misschien goed zou kunnen helpen. Ik ga je drie voordelen geven wat betreft de mallet putters. De mallet putters zijn iets meer vergevingsgezind als de blades. En dat heeft te maken met, omdat het gewicht mooi aan de achterkant zit, ver naar achteren. Op het moment dat ik de bal niet helemaal in het midden raak, zal de putter minder snel open of dichtklappen. Groot voordeel. Nummertje 2. Clubhoofd is stabieler. Doordat het gewicht ook mooi aan de achterkant van het midden uit is, naar achteren gelegd, zal de club ook veel stabieler aanvoelen en minder zwabber eigenlijk. Die blades die zijn smaller en die zul je dus zelf rechter moeten houden. En puntje nummer 3. Bij lange puts heb ik iets meer gevoel. Er zit iets meer gewicht in. Dus ik kan ook het gewicht wat meer laten werken, waardoor ik bij lange puts makkelijker de juiste snelheid kan geven. Voordelen: meer vergevingsgezindheid, meer stabiliteit en meer constantheid bij de lange puts. De drie voordelen van een blade ten opzichte van een mallet. 1 is, de blade geeft iets meer gevoel. Hij is wat lichter. Dus ik voel iets beter wat het uiteinde van de club zal doen. De blade is vooral voor de spelers met een snelle puttingstrook is wat fijner. Dus ik adviseer mensen, ben jij nou iemand die een wat snellere puttingstrook heeft, in plaats van dat rustig en groot, zou ik zeggen, pak liever een blade. En puntje nummer 3. Een blade is vooral goed voor spelers met een beetje een arc. Met een beetje een, geen mooie rechte lijn, maar een klein beetje inside, square, inside. Dus ben jij een speler die niet helemaal mooi recht naar achter gaat, maar een klein beetje schuin naar binnen, naar achter en schuin naar binnen na het raakmoment, dan zou een blade bij jou beter passen. Dus een blade heeft als voordeel meer gevoel tijdens de puttingstrook. Heeft als voordeel, ben jij een speler die een snelle strook heeft, is een blade ook wel fijner. En puntje nummer 3, ben jij een speler met een arc, dus niet helemaal een rechte lijn, maar een klein beetje inside naar achter en inside terug, zou een blade ook voor jou beter werken. Zijn er dan nadelen ten opzichte van de blade of de mallet? Oké, het nadeel van een mallet zou kunnen zijn, als jij nou een speler bent die een beetje een arc heeft, dan is dat met een mallet, die ronde achterkant, is dat wel lastiger. Hij is wel zwaarder en hij zal meer de neiging willen hebben om in die rechte lijn te willen bewegen. Tweede nadeel is, hij zou wat zwaarder aan kunnen voelen. Een mallet heeft nou eenmaal een grotere vorm. Dus er zit meer gewicht in, dus hij zou eventueel wat zwaarder aan kunnen voelen. Ben jij zo'n speler die liever een lichte putter in zijn handen heeft, dan zou een mallet misschien ook weer niet voor jou de voorkeur hebben. De nadelen van een blade zouden kunnen zijn, hij is iets minder vergevingsgezind. Daar bedoel ik mee, als ik hem uit het midden raak, zal hij iets eerder open of dichtklappen, omdat hij minder gewicht zit en de putter dus minder mooi recht daardoor blijft. En als tweede, hij is iets lastiger om goed op te lijnen. Ik heb hier maar natuurlijk een kleine streepje. En bij de mallet heb ik een vele grotere streep. Ja, daar wordt het oplijnen ietsjes makkelijker van. Misschien is jouw puttingtechniek wel goed, maar raak je de bal niet iedere keer in het midden? Zou kunnen. Ik kan hem te veel aan de teen of ik kan hem te veel aan de hiel raken.
Ben je nou van mening dat je de bal wat vaker aan de teen raakt, ja, dan zal hij eerder te kort zijn als te ver. En je zult hem eerder rechts missen. De putter zal de neiging hebben om een klein beetje eerder open te klappen. Ben jij nou een speler die hem vaak in de hiel raakt, ja, dan zal hij ook te kort zijn. Hij verliest daardoor een beetje energie. Maar hij zal ook eerder de afwijking hebben om naar links te gaan. Dus het hoeft niet aan de techniek te liggen. Het zou kunnen dat ik hem niet helemaal in het midden raak. Zorg dus dat je erachter komt of je de bal wel mooi genoeg in het midden raakt. Ben jij nou zo'n speler die vaak op snelle greens speelt, dan zou ik bijna willen adviseren, zoek dan een wat lichtere putter. Snelle greens bedoel ik stimps 12, 11, 10, dat zijn de snelle greens. Maar speel jij vaak op trage greens, zou ik bijna willen adviseren, pak dan liever de wat zwaardere putters. Daardoor krijg je meer gewicht onderin en kun je de club, de putter, eigenlijk een beetje meer zijn werk laten doen. Hey, voor het een goede tip zou ik het enorm waarderen als je het een duimpje geeft. En wij zien en spreken elkaar met geen tegenbericht volgende week weer, volgende week vrijdag.